Kunt u zich voorstellen dat een klein land als Nederland begin jaren 60 bijna de derde wereldoorlog veroorzaakt? Nee, dat kan ik ook niet. Maar het gebeurde wel. Ik neem u mee in het verhaal van onze laatste koloniale oorlog. Het speelt zich af in Zuidoost-Azië, in Nederlands Nieuw-Guinea. Maar wij besloten een deel voor onszelf te houden. Nogmaals, voor ons is dus op het ogenblik de mogelijkheid om met Indonesië over Nieuw-Guinea te spreken uitgesloten. Our national struggle is still incomplete. Het is alsof we in Nederland amper in de gaten hebben dat we meer en meer in het brandpunt van de Koude Oorlog terechtkomen. En dat geldt ook voor de 30.000 Nederlandse soldaten die door de jaren heen naar Nieuw-Guinea worden gestuurd. Dus ik kwam thuis, zei mijn vader, ga naar Nieuw-Guinea. Hij zei, jij blijft thuis. Ik had van Nieuw-Guinea never nooit gehoord. De torpedoboot en die Evertsen die komen daar langzaam op elkaar af. Die Sovjetboten zijn dus vlak bij de kust geweest. En toen hebben we een van die motortorpedoboten, de Matjantutu, geraakt. En toen dacht ik, oh. Ik besefte toen al meteen, dit wordt wereldnieuws. Dat is spannend. Willens en wetens lijken wij aan te sturen op een oorlog met Indonesië en met Rusland. I hope we can prevent an outbreak of hostilities between Indonesia and the Dutch, because the alternatives would not be happy for the world. En hij zei, we waren een paar uur van het begin van de oorlog, van de invasie. Nederland overspeelde zijn hand op een dramatische wijze. Dat de dreiging zo serieus was en dat we zoveel gevaar liepen, dat heeft volgens mij niemand van ons ooit beseft. Mogen God u bewaren. Stream alle afleveringen van Hoogspel in de Oost op NPO+.